Genesis 3, vers 19b. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Komen we nu bij het tweede hoofdstuk, waarboven staat aanspraak aan de overgebleven betrekkingen. Aanspraak Ik heb u plotseling moeten verlaten, met wie ik zoveel jaren op aarde genoegzaam onder afwisselende omstandigheden verkeerd had. Spoedig werd er ongedacht en onverwacht een einde gemaakt aan ons verkeer. Wij zullen niet meer aan één tafel aanzitten. Wij zullen nu niet meer één bed beklimmen, nog in één bed tezamen slapen. Wij zullen nu voortaan tezamen niet meer spreken over tijdelijke belangen. De voor- of uiteracht, uitgangen of achteruitgangen van onze aardse zaken, over ons bedrijf en werkzaamheden, over ons huishouden en onze kinderen, maar wij het minst overdachten, dat was het zekerste en het gewichtigste. Ons naderende einde en de ontzaglijke eeuwigheid die ik nu ingegaan ben, en hoe het tussen onze ziel en de rechter van hemel en aarde stond, die recht doet en een heilig en een rechtvaardig God is, die bestaat en een iegelijk beloont naar zijn werken, zijn heiligheid en rechtvaardigheid moet ik belijden en erkennen terwijl ik hem laster. Ik klaag hem aan als de oorzaak van mijn rampen en ik ben het zelf, mijn geweten gevoelt haar eigen schuld en dit is mij het ondraaglijkste en onlijdzaamste. Het is mijn eigen schuld. Dit zegt mij Gods woord, dat ik versmaad heb, dat zeggen mij de duivelen, dat zeggen mijn verleiders, dat zegt mijn eigen geweten. Voor u is het nog tijd, maar voor mij is het eeuwig verloren en gebeurd en verbeurd. En ik heb de kostelijke tijd die niet te herroepen is, verbeuzeld en als niet beschouwd. Ik heb de tijd verwaarloosd, voor mij is het eeuwig onherroepelijk gedaan. Ik ben de eeuwigheid ingetreden en het eeuwig verderf verteert mij. Maar voor u is het nog tijd, nog komt tot u de roepstem. Er is vergeving door het bloed des kruises en een weg ter verlossing en ontkoming van ellenden en jammeren. Er is ene naam onder de hemel gegeven door de welke zondaars kunnen zalig en behouden worden van het eeuwig verderf, de eeuwige gloed en het verterende vuur van een heilig, onkreukbaar, rechtvaardig God. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Wend u tot mij, roept hij. Alle gij einden der aarde en wordt behouden, komt allen tot mij, gij vermoeiden en belasten, en ik zal u rust geven voor uw zielen. Hij is dat brood uit den hemel nedergedaald, dat ik veracht, dat licht der wereld, dat ik versmaad, dat water des levens, dat ik niet begeerd heb, die ene medicijnmeester, die ik verworpen, die herder, naar wiens stem ik niet geluisterd, die raadsman, wiens vermaningen ik in de wind geslagen heb, als kaf voor mijn voeten. Ik, die nu
als onuitblusselijk kaf verworpen ben geworden van voor uw heilig aangezicht. O, kon ik voor u staan en mij aan u vertonen in die verschrikkelijke en afzichtelijke gedaante. Ik zou het zekerlijk doen, of het middel mocht zijn om een afschrik te geven van deze verschrikkelijke plaatsen der helse pijniging. Alle genoegens houden hier op, alle verbeeldingen nemen hier een einde, alle kwalen zijn hier begonnen, alle pijnigingen staan hier gereed. Alle geesten kwellen ons hier, alle ellenden zijn hier opeengestapeld, alle kwalen vermenigvuldigen zich hier in de eindeloze zee van vuur en zwavel, jammer en ellende. Ziel en lichaam staan hier gespijnigd te worden met onuitleidend sierwerk en het afgrijzelijke pijnigingen die te bedenken zijn. Welke zorg wende gij niet aan bij de minste ongesteldheid die ik in het lichaam op de aarde had? Welke verkwikkingen zocht gij niet gereed te maken? Welke middelen wende gij niet tot genezing? Welke vriendelijke woorden sprak gij niet tot mij toe? Hoe ging het met de pijn en of de middelen hielpen? Maar nu, ik moet tot u spreken, maar nu, o ontzaglijke wee en jammer, hier zijn geen verschrikkende, verfrissende dingen, hier zijn geen medicijnen, hier gaan geen geneesmeesters rond, hier zijn geen verzachtingen, ja niet één verademing, en komt gij hier, ik zal uw grootste pijniger zijn, en gij de mijne, omdat wij het langste samen verkeerd hebben op aarde, de nauwste vereniging en gemeenschap met elkaar gehad hebben, de meeste tijd verwaarloosd hebben in dingen die geen waarde hebben, elke verleid, elkaar verleid en bereid hebben voor de helse plagen en een eindeloos gejammer en daar elkaar in gesterkt en al dieper en dieper ingewikkeld hebben, elkaar gepaaid met ijdele verwachtingen en droombeelden, de eeuwigheid verregesteld van ons tafel en ons bed, waar de dood mij verwachtte en ten laste elkaar ingewikkeld in onze eigen werken, deugden en plichten en onszelf en elkaar stilletjes gevleid, dat wij niet waren als anderen. Iemand anders ondeugden en fouten hebben wij opgegraven, breed uitgemeten en hoog opgestapeld, maar onze eigen fouten en ondeugden, en dat was het voornaamste, vergeten. Wij hebben onze ogen ervoor gesloten, maar voor die van onze naasten schoon willen maken. Wij vergaten wat wij God schuldig waren, terwijl wij meestal bezig waren om op te tellen wat anderen onschuldig waren. Onze schuld hebben wij vergeten, terwijl wij die van anderen ophaalden, van anderen wie wij even zo niet meer schuldig waren dan zij ons, eisten wij de strengste voldoening, maar God vergaten wij te geven wat wij hem schuldig waren. Wie gaf ons buiten doornen en distelen daar toch het aardrijk, vervloekt was geworden om onze zonden in Adam, onze stamvader, zulke heerlijke vruchten en gewassen voor mens en beest, en nam hij iets van het zijne? Hadden wij ook recht of aanspraak op iets? Murmureerden wij niet alsof het onze ons onrechtvaardig ontnomen werd? Hoe hebben wij gegeten en gedronken? En wie gaf ons het licht van de zon, ons die de duisternis hadden moeten verkeren? Wie gaf ons die zoete, verkwikkelijke lucht in te ademen, die wij verbeurd hadden? Wie gaf ons gezondheid, krachten, lust, zintuigen, alle genietingen voor ieder van deze, medicijnen voor onze kwalen, wijsheid en verstand, en kennis in het waarnemen van ons beroep? Wie gaf ons hulp van anderen en alles
wat wij tot uitoefening van hetzelfde nodig hadden? Wie heeft ons zoveel jaren daarvan het gebruik gegeven? En wat hebben wij hem daarvoor betaald en toegebracht? En nu, wat ik gevoel mijn hart in vijandschap oprijzen tegen onze schepper, nu brengt dat alles lasteren voort. Ik word verteerd van lasteren en ik verzink onder de vloeken en verwensingen. Ik plaats dat het lasteren en vloeken en verwensen mijn enige verademing of verkwikking verschaft. Is dit juist het tegendeel? Het maakt mijn jammeren te groter, omdat ik daardoor, zo het mogelijk is, al dieper en dieper zink onder de toren van die heilige en rechtvaardige. Hoe meer wij hem lasteren, en wij kunnen en willen niets anders, hoe meer en feller zijn verterend vuur op ons brandt. En wat ons het ondraaglijkste is, wij maken zijn heerlijkheid daar nog luisterrijker en meer uitblinkend. Hoe meer wij hem lasteren, hoe meer hij verheerlijkt wordt, want daardoor komt zijn heiligheid en rechtvaardigheid nog helderder aan het licht. In het straffen van de zonde en de vrije genade aan zijn verlosten geschonken Christus, die wij haten, wordt het nog luisterrijker door. De lofzangen stijgen in de hemel nog hoger en de vreugde wordt nog hoger en groter bij het lasteren van ons, omdat zij hetzelfde lot met ons verdiend hebben, die hem eeuwig mogen prijzen en loven, dienen en verheerlijken. Wij willen niet in de hemel en kunnen het niet uithouden in de hel. O mijn vrouw en kinderen, dat gij toch niet in de hel kwam om mij nog meer te pijnigen. Ik vermaan u niet uit liefde voor uw ziel, maar uit eigen liefde, want hier is geen medelijden met elkaar, maar dus gebruik van de middelen. Maak gebruik van de middelen, strijd niet tegen God, geef geen gehoor aan verkeerde geesten, ook niet als zij in de gedaante, want dit is des Satans grootste list, van een engel des lichts tot u komen. Zij zoeken uw zielen af te leiden en om te voeren, dat het geopenbaard voor u is, laat het andere aan God over. Onderzoek daarbij de schriften, bid om de Heilige Geest. Verzuim geen gelegenheden die gij enigszins bereiken kunt. Spaar uw voeten niet om dat volk op te zoeken dat eens gelukzalig wordt. Houd u bij hun bijkomsten en acht ze niet gering. Laat in uw oren gehoor verlenen aan hun vermaningen, uw mond hun raad, om hun raad en bestuur te vragen. Uw handen grijpen naar het woord Gods. Geef uw ogen geen rust in het onderzoeken van hetzelfde. Onderwijs uw kinderen dag en nacht in hetzelfde. Spaar geen tijd. Verzuim geen gelegenheid. Acht geen kosten, geen moeite nog arbeid. Maar het is mogelijk. Behoud uw kinderen en uzelf. Zijt rusteloos, uitziende en bedenkende dag en nacht alles, wat enigszins zou kunnen dienen en strekken, zonder het minste uitstel of vertoef, want de tijd is voorts kort, hoe kortelijk was hij voor mij, en de eeuwigheid onherroepelijk, om hunne zielen te bevrijden en te behouden van het eeuwige verderf, dat hun vader nu leidt. Achtergelaten kinderen. En gij, mijn kinderen, vruchten van mijn ellendenen, voor wie ik gezwoegd en gezweet, gearbeid en geen moeite dag en nacht ontzien heb, om u van het tijdelijke te verzorgen, kleding aan uw lichaam en spijzen voor uw buik, een hongerende maag te verschaffen. Uw vader heeft het voornaamste vergeten. Hij is u in het voornaamste niet voorgegaan, gelijk het behoorde. Uw vader heeft uw ziel verwaarloosd. O dat de vruchten van mijn lendenen toch niet mijn pijnigers worden in deze eeuwige rampzaligheid. En daarom, o kinderen, hoor naar de getrouwe vermaning van uw
getrouwe leraars, maar vliet de valse, hoor naar de vermaningen van de vromen, die u het goede aanraden. Neem de gelegenheid waar, verzuim die tijd niet, vrees niet voor verachting of bespotting, verguizing of miskenning, die zo handelen en spreken, loerende op uw verderf, dat uw vader nu te laat ondervindt. Op uw sterfbed laten zij u alleen, in de hel lachen zij u uit. Zij zoeken uw verderf, die van het goede zoeken af te houden, vreest hen niet, zij zijn afgezonden van de Satan. Ketenen der hel, snoeren der verderving, lokaas der verdoemenis, veracht hun verachting, versmaad hun versmading, verwerp hun verwerping niet, maar laat u die aangenaam en welgevallig wezen. Vreest geen nietig stof en as, al waren het koningen en vorsten, die u van de dienst des Heeren zoeken af te trekken. Zij dragen alle de adem in hun neusgaten en vermogen niets uit zichzelf. God alleen is rechter, en ik roep het u toe uit de hel. Voor hem moeten wij allen geopenbaard worden en eenmaal voor hem verschijnen en voor zijn ontzaglijke rechterstoel. Het is mijn kinderen, en zie uw vader, de mens, gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. U kunt dat lezen in Hebreeën 9, vers 27 tot zover hoofdstuk 2. De volgende maal hopen we bij leven en welzijn het derde hoofdstuk voor te lezen.